Hi, ik ben Cloud, winnaar van de eerste editie van Are You Next. Samen met Excite blik ik terug op alle toffe dingen die ik heb mogen doen het afgelopen jaar. Check het hier. De oproep voor Are You Next had ik gezien op Instagram en dat was heel erg toevallig. En ik kreeg een melding van Are You Next, producers, Cloud9. Misschien moet ik hier wat mee doen. En ik gaf mijn zusje de telefoon en ik dacht, je maakt even een filmpje van mij. Ik ga een nummertje zingen en dat stuur ik in. En we zien wel wat het doet. Ik moest mijn YouTube filmpje uploaden, maar het duurde best wel lang totdat ik iets te horen kreeg. En ik zag telkens die views omhoog gaan, dat ik op een gegeven moment ging twijfelen van, heb ik het openbaar gezet? En op een gegeven moment dacht ik, nee, hij staat toch wel echt privé, maar waarom moeten ze zo vaak kijken hiernaar? Is het zo slecht? En op een gegeven moment kreeg ik te horen van, we willen je heel graag hier uitnodigen. Ik was opgeroepen tot winnaar. Ik mocht de studio in met Arno en Joren. En ik weet nog, ik durfde er ook niet alleen heen te gaan. Want ik dacht, stel je voor, dit is een list en ik word gewoon opgelicht hier. Dus ik ging met een hele goede vriend van mij erheen. Ik kwam binnen en ik zag daar een gouden plaat, daar een platina plaat. Fleming, Suzanne en Freek. En toen kreeg ik een beetje het idee van, oké, Arno en Joren zijn toch niet zo low-key als dat ik dacht. Het was een gesprek van, even kennis maken, want dat was de eerste studiosessie ooit. Van hoe maak jij muziek eigenlijk? We hadden heel veel gepraat. En toen dachten we, laten we gewoon even wat doen. Laten we gewoon muziek maken waarvoor we zijn gekomen. En toen hebben we een nummer opgenomen. Dat was Wazi. Wazi was inderdaad ook een van mijn demo's. En dat was dus heel grappig. Het eerste nummer wat ik ooit in de studio heb gemaakt, geschreven met Arno en Joren. In januari kreeg ik een gouden plaat. En dat is toch wel iets wat je altijd ziet online. Van wow, een gouden plaat, platina plaat. En ik stond op het podium bij Noorderslag. Bij een showcase van Cloud9. En op een gegeven moment kwam de gouden plaat. En ik dacht, wow, is het voor mij? En ik zag Lada daar de groot op staan. En ik dacht, wow, hoe bizar eigenlijk. Ik had het helemaal niet verwacht. Eerlijk gezegd had ik twijfels aan het begin. Dat ik dacht van, is dit de genre? Is dit wat ik wil? Maar dat was het juist. Het is een leerproces wat je ondergaat samen met de producers. Want het eerste nummer was Wazi, super rustig. En het tweede nummer wat we hadden gemaakt was La Da Da. Dus het waren wel wat vragen. Dat ik dacht van, en op een gegeven moment was ik helemaal om. Maar ik had nooit verwacht dat het een grote hit zou zijn. Ik zag de lijst en ik dacht, het zal wel niet. Ja, je hoopt natuurlijk om te winnen. En ik vond deze wel heel belangrijk, omdat het een publieksprijs was. Ik hechtte er wel veel waarde aan dat ik had gewonnen, omdat ik wel dacht van, dit is wel echt wat de mensen vinden. En ik had het helemaal niet verwacht. Ik heb echt zoveel te gekke optredens gehad. We hebben een Q Music gehad. We hebben in het buitenland ook nog wat gehad. En we hebben tijdens Koningsdag in Breda met heel veel mensen opgetreden. En dat waren echt allemaal heel veel hoogtepunten. Ik zou zeggen, ik heb recentelijk in Johan Cruijff Arena op een middenstip opgetreden. Tijdens de wedstrijd Nederland tegen Frankrijk. En ik zou zeggen dat dat misschien ook wel een van de grootste hoogtepunten is geweest. Het was ook best wel een error. Want voor welke team ben ik? Nederlands of Frankrijk? Ik heb na La Da Da natuurlijk ook wat andere singles uitgebracht. Zo hebben we Leila en daarna Wazi samen met Suzanne en Freek. Ik heb recentelijk ook een clubtour aangekondigd en die is ook helemaal uitverkocht. Ik denk dat dat ook wel echt een soort droom is geweest. Voor de nieuwe editie van Are You Next zou ik de mensen heel graag willen meegeven dat als je erover twijfelt, doe het gewoon. Wat maakt het uit? Je moet het gewoon doen, want ik twijfelde heel erg, maar ik deed het gewoon. En kijk waar we zijn. Ik denk in de horeca. Ik zou trouwens ook een opleiding hebben gevolgd. En ik denk nu iets met psychologie. Want ik vind het zo leuk om erachter te komen hoe mensen denken. En wat mensen voelen en wat mensen vinden. Want je hebt ook mensen die mijn muziek niet leuk vinden. Kan ik me niet voorstellen. Dus ik ben gewoon benieuwd. Wat gaat er dan in je hoofd? Hoi, ik ben Cloud. Winnaar van de eerste Are You Next editie. Heb jij zangtalent en ben jij ouder dan 18 jaar? En heb je ook altijd al gedroomd van een platencontract en een eigen single? Grijp dan nu je kans en meld je aan voor de nieuwe editie van Are You Next?